In onze huidige wereld horen we vaak over oorlogen, hongersnood, de opwarming van de aarde, vluchtelingen die sterven op zee. Winters zonder natuurijs om op te schaatsen. Stijgende energietarieven, ziektes, overstroming en schade veroorzaakt door hevige stormen. We worden geconfronteerd met media die nepnieuws verspreiden en een overheid die niet in staat lijkt om de problemen op te lossen. De creatieve maatschappij, bestaande uit vrijwilligers in 180 landen, streeft ernaar om de voorwaarden te creëren voor de opbouw van een creatieve maatschappij op wereldwijde schaal, dit op vreedzame wijze. Ze willen mensen over de hele wereld vragen of ze in een creatieve maatschappij willen leven en hoe ze dat voor zich zien. Dit initiatief biedt een platform voor een wereldwijde internationale open discussie over het concept en model van een creatieve maatschappij in alle aspecten van het menselijk leven. Het doel is om nieuwe manieren te vinden om de hele mensheid te verenigen en voorwaarden te scheppen voor de actieve deelname van elke persoon aan het maatschappelijk leven, ongeacht hun sociale status, religie of nationaliteit.